Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuw videoblog. Waarom ben ik met de jagersopleiding begonnen? Ik ben sinds afgelopen november begonnen met de jagersopleiding, november 2021. Ik had mij eigenlijk al eerder willen aanmelden, maar de inschrijving gaat vrij snel. Je moet echt op tijd inschrijven. En daardoor was ik een jaar te laat. En dit jaar heb ik echt in juni meteen, zodra het kon, heb ik me ingeschreven. En ben ik begonnen met de jagersopleiding. Zelf kom ik niet uit een agrarische of uit een bosrijke omgeving. Ik kom uit Den Haag, daar ben ik opgegroeid, de stad. En hoe kom ik er dan bij toch om jager te worden? En wat is mijn motivatie daarvoor? Allereerst laat ik zeggen dat ik vooral jager wil worden. Of zijn wil jagen, omdat ik dicht bij de natuur wil leven. En het belangrijk vind om ook zelf mijn voedsel te kunnen, in mijn voedsel te kunnen voorzien. Dus dat betekent dat ik, als ik jager ben, dat ik dan een wild zwijn schiet of een hert. En daar langere tijd van kan leven. Dat vind ik belangrijk, want ik vind het fijn om dicht bij de natuur te leven, zo dicht mogelijk bij de natuur. En daar hoort dus ook bij voedsel uit de natuur halen. Dat is eigenlijk voor mij de hoofdreden. Ik wil onafhankelijk kunnen zijn, ik wil vrij kunnen zijn, ik wil als het nodig is weten hoe het is om een dier te doden, om dat goed te doen en ook om het vlees daarvan te consumeren. Een dier in de natuur heeft natuurlijk de optimale situatie gehad. Hè. Het heeft in alle vrijheid geleefd, heeft in gezonde staat geleefd, heeft het bos om zich heen gehad. Dus ja, dat is beter vlees kun je ook niet krijgen en een beter leven kan een dier ook niet gehad hebben. Ik ben zeker niet de opleiding tot jager doen omdat ik het leuk vind om per se om dieren te jagen of te doden. Dat is iets wat ik als mensen opgegroeid in de stad niet echt ken. Ik heb wel eens in Afrika wat kippen geslacht. Dat vond ik toen al heel vreemd. Het stond ver van mij vandaan. En het is zeker niet dat ik vanuit die reden de jagersopleiding ben gaan doen. Het is zeker dus niet zo dat ik daar een plezier in schep of dat ik daar een bepaalde kick uit haal om een dier te doden. Het gaat mij echt om het zelf kunnen voorzien van voedsel, voor mezelf, dichter bij de natuur zijn. En het is ook een hele mooie manier om de natuur in stand te houden, in evenwicht te houden. Ik vind het ook belangrijk, het is een belangrijke taak die je hebt als jager. En dat leer ik op de opleiding, hè, om ook met de jacht, om ook zo moreel mogelijk om te gaan. Een dier niet onnodig te laten lijden. Nou, dat past allemaal in mijn plaatje. Ik ben heel erg voor het eten van vlees, maar ik ben zeker niet voor het pijn doen of onnodig pijn doen van dieren. Wat mij dus heel erg leuk lijkt aan het jager zijn, is dus nogmaals om dicht bij de natuur te zijn, om ook buiten te zijn en ook daar iets nuttigs in te doen. Zowel voor jezelf, hè, zoals het voedsel dat je ook leert bereiden, als in het buiten zijn, het opdoen van vriendschappen ook met andere jagers, met andere mensen. En dat vind ik zelf, dat is voor mij de belangrijkste reden om de jagersopleiding te gaan doen. Nou, heel zeker ga ik niet op een soort trofeejager worden die het leuk vindt om met dieren ook op de foto een leeuw jagen of iets anders. Nee, het gaat mij echt om de dieren die er die gejaagd mogen worden hier in Nederland of in Duitsland of in andere landen. Om die populatie, de wildpopulatie in stand te houden, om er onderdeel van te mogen zijn en ook om het vlees en andere dingen zoals de huid, hè, bijvoorbeeld vossen mogen ook gejaagd worden. Nou, daar kun je de huid weer van gebruiken. Nou, om daar zo effectief mogelijk mee om te gaan. Ik ben heel erg, zoals jullie weten, van de natuur. Ik hou heel erg van de natuur. En het liefst zou ik willen dat iedereen zelfvoorzienend wordt. En dat we allemaal weer teruggaan naar de natuur. En daarin alles halen uit onze directe omgeving. En ook niks hoeven te vernietigen. Vanuit de natuur. Er zit zeker een element in mij dat in strijd is met het jagen. Zo vind ik bijvoorbeeld de landbouw. Hij jaagt vaak om de landbouw in stand te houden. Je kunt zeggen dat ik eigenlijk wel tegen landbouw ben. Maar als jager zul je dus echt op den duur ook gaan jagen om die landbouw in stand te houden.
Ja, dat is een beetje een tweestrijd waar ik in zit. Dan weegt voor mijzelf het meer op dat ik die dieren dan kan zelf kan consumeren. En de wereld is nog niet perfect, maar ik hoop die wel een stukje perfecter te maken door een boodschap te verspreiden en mensen te inspireren. Maar ja, dus dat is een tegenstrijdigheid. Ik zal jagen om landbouw in stand te houden, terwijl ik eigenlijk tegen landbouw ben. Ik vind dat dat landbouw eigenlijk afgeschaft moet worden. Dat moet eigenlijk allemaal natuur worden waarin dieren kunnen leven en waar wij die dieren kunnen consumeren, onze voedsel. Niet meer van die landbouw afhankelijk zijn. Landbouw is schadelijk, zorgt voor erosie, zorgt voor bodemuitputting, zorgt voor allerlei problemen. Zoals dat het warmer wordt ook, hè, de temperatuur raakt van slag op aarde door de landbouw en de verwoestijning. Nou, allemaal redenen waarom ik niet hou van landbouw. Maar ja, ik zal als jager daar dus wel mee te maken krijgen. Dat is een tegenstrijdigheid. En bovendien ook merk ik zelf in de opleiding van jager, daar ga ik een ander vlog, ga ik daar op in, merk ik ook heel veel contradicties die niet overeenkomen met mijn visie op de natuur, zoals het in stand moeten houden van populaties. Nou, op zich, daar ben ik het ergens mee eens. Aan de andere kant denk ik, in de natuur hebben we die zorg niet zo. Als alles natuur was, dan was er eigenlijk zoveel te bejagen. Dan houdt de natuur zichzelf in stand, heeft de mens niet per se nodig als toezichthouder. Dan zijn we onderdeel van de natuur. Dan zijn wij niet de baas, zijn we allemaal weer in een cirkel. En wij eten de dieren, en die dieren eten andere dieren, en die eten weer planten. Etcetera. Dus dat zijn, ik merk wel dat ik daar wel contradicties in opmerk bij mezelf. Dat was in het kort de motivatie waarom ik de opleiding jacht- en faunabeheer ben gaan doen. Dus eigenlijk kort gezegd de jagersopleiding. Omdat ik weet dat veel mensen die mij daarover vertellen, is willen weten, ja, hoe zit dat nou? En daar heb ik deze video gemaakt. In een ander vlog, volgende vlog, ga ik uitleggen hoe ik het heb ervaren, de jagersopleiding tot nu toe, hoe het eruit ziet. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.